Ik heb heugelijk nieuws. Er is een huis gekocht. Voor mij. Ik heb eindelijk een toekomstperspectief. Zo, ik zet voor het eerst thee in mijn nieuwe woning. Dat is voor hem toch wel een stap, hoor. Je kan Kees niet oppakken en zomaar in een huis zetten. Want er hoeft niet veel te gebeuren. Ja, dan gaat het niet goed. Ik heb het even moeilijk met het weer. Ik hoop zo dat het weer kouder wordt. Hallo? Weggevallen. Mijn moeder betekent alles. Ik zou haar onmogelijk kunnen missen. Mijn moeder kan mij echt werkelijk liefde, warmte, troost en ruststelling geven als geen ander. Wij zijn er gelukkig nog voor je. Ja. En wat dat betreft zouden we je ook niet kunnen missen. Nee, voorlopig niet. Nee. Ik maak zo kennis met Ellen, die later wel zo'n belangrijke rol kan gaan spelen als ik zelfstandig kom te wonen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Nou, het is je gegund. Dank je wel. Muffin van mijn hand gemaakt. En dan mailen we wel hoe we het resultaat vinden. Ja. Dag Ellen. Dag. Maar Ellen. Ja? Ik moet wel dag Kees zeggen. Ik zeg ook dag Ellen. Oh, sorry. Dag Kees. Dag Ellen. Ik merk dat mijn ouders nu echt ouder worden. Hé, godverdomme, ik word wanhopig. Het gaat allemaal goed, joh. Allemaal. Het gaat helemaal niet goed. Wie kan mij straks helpen als ik echt in de nood kom? Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Vreselijk.